Tyrell Malasia pakte eventjes op de valreep. Dat was een hele spannende, maar hij pakte de speler van de week. Allereerst gefeliciteerd, deze is voor jou. Eventjes voor we ergens over gaan hebben, waar heb ik net naar zitten kijken? Jullie namen het op tegen een stuk of 100, 120 kinderen? Ja, Opel heeft volgens mij 120 jaar bestaan. En daarvoor hebben ze 120 kinderen uitgenodigd en mochten wij tegen voetballen. En hier, zelfs hier komen jullie niet tot winst, hè? Dat is natuurlijk wel een blamage. Nee, ja, je weet hoe dat soort dingen gaan. Het is gewoon om die kinderen te vermaken en ik denk dat het wel leuk was. Je hebt het er dan over, je wilt er alles uithalen. Waar zit je nu, waar sta je nu, hoe ver ben je? Ikzelf? Ja. Ik denk, na wat ik heb meegemaakt vorig jaar en na mijn blessure, dat ik als speler en als mens beter eruit ben gekomen. Naar wie kijk jij een beetje? Ik heb je al eens horen zeggen over De Ligt, of dat het echt een voorbeeld was van hey, zo kan het allemaal gaan. Nou, wat zijn spelers waar je naar kijkt dan? Ik kijk meestal niet echt per se naar spelers. Voor mij zijn het gewoon bepaalde mensen. Dus de persoonlijkheid van iemand of hoe iemand is, waar ik tegenop kijk. En voor mij de grootste persoon naar wie ik opkijk is denk ik mijn vader. Ja, waarom? Ja, gewoon hij is als persoon denk een hardwerkende man. Familiemens, klaag nooit en ik denk dat ik van hem veel kan leren. Het is, ik ken het een beetje hoor. Jouw vader, ja. Dat klinkt ook een beetje als een niet lullen, maar poetsen type. Ja. Ja. Wat doet hij voor werk als vraag mag? Hij werkt bij een asfaltcentrale. Ja. Heb je ook wel eens het idee dat je denkt van, oh ja, dat is echt werk. Dat is echt beuken. Ja, ik heb een stage gelopen. Ik ben vaak, toen ik wat jonger was, ben ik met hem meegegaan. Dus ik weet hoe het daar werkt. En ik weet dat het zeker echt werk is. Ja, heeft hij jou dingen moeten laten ook voor jou, om jou hier te brengen? Zeker, hij heeft veel slaap moeten opgeven om altijd naar mijn wedstrijden te komen. En daar ben ik hem en mijn moeder en de rest van de familie zeker dankbaar voor. Dat is wel mooi. Ja, zeker. Ja. Hey, waar gaat die schoen staan? Ik denk dat hij een mooie plek krijgt in mijn kamer. Ja? Ja. Ik zou het mooi vinden als jij voor afsluit nog met wat mooie woorden, misschien van jouw vader. Jouw grote voorbeeld. Pa. Ik weet dat ik heel veel van u hou en ik heb niet veel woorden voor u. U weet hoe het zit en love you man.